Mijn naam is Paul Hadels, ik werk bij de bibliotheek. En vandaag sta ik hier op de markt in Geelze en Rijen om aandacht te vragen voor het probleem dat ongeveer 10% van de inwoners van deze gemeente moeite heeft met lezen, met schrijven of met digitale hulpmiddelen omgaan. Dit zijn precies de mensen waar het risico groot is dat ze moeite hebben met medicijnen lezen. Dat ze toeslagen niet kunnen aanvragen en daardoor misschien in de armoede terecht kunnen komen. En ook die moeite hebben om bijvoorbeeld kinderen te helpen met schoolwerk. Nou, er is heel veel aanbod om deze mensen verder te helpen om beter de Nederlandse taal te leren gebruiken. Maar die mensen moeten vaak een zetje krijgen. Die moeten geholpen worden om de drempel over te gaan. Nou, dat willen we doen door vandaag naar de mensen toe te gaan. En ik doe echt een oproep op iedereen. Wees je er bewust van dat het een groot vraagstuk is. Ook in deze gemeente. Het kan je buurman of je buurvrouw zijn. Het kunnen de ouders van de kinderen op school zijn. Kijk alsjeblieft, wees je ervan bewust en probeer mensen te helpen als ze moeite hebben met lezen en schrijven. Ik ben Maud Baks van VIP voor elkaar en wij zijn hier om het taalhuis te promoten vandaag. Ook bij VIP voor elkaar hebben we veel taalactiviteiten en taal is eigenlijk de basis van alles. Dus wij vinden het heel belangrijk dat iedereen de weg vindt richting alle taalinitiatieven die er zijn binnen onze gemeente. Ik ben Bert Severens. Ik werk bij het Budgetcafé en bij de gemeente Geelze Rijen. Bij het Budgetcafé helpen wij mensen die moeite hebben met allerlei formulieren en vragen hebben over geld. En we zien vaak dat taal daarbij een probleem is. Daarom vinden wij als Budgetcafé het belangrijk dat wij ons inzetten om mensen beter te leren schrijven, rekenen en het gebruik te maken van de computer. Ja, taal is ontzettend belangrijk, want het is alles in je leven. Boodschappen doen, een briefje lezen, kijken wat er op de deurmat valt, met je kinderen mee kunnen lezen. Dus taal is echt heel belangrijk. Dus we hopen dat heel veel mensen die er moeite mee hebben, naar het taalhuis komen en aan de slag gaan om die basis te leren kennen. Het is echt zo belangrijk. Dus kom vooral.